alleen de spelling telt. Lingo! Met vandaag in team 1 vrienden uit de Zaanstreek, Rob en Mark. Zij gaan allebei heel graag stappen. En in team 2 uit Zoetermeer, vriendinnen Dennis en Lianne. Als zij winnen, gaan ze op een reis naar Australië. Gedij mij, let's play Lingo. Here's Lucille. JP, dankjewel. Heb jij wel eens in het gips gezeten? Nog nooit. Nee? Nee. Nooit iets gebroken of zo? Wel, maar dan zonder gips. Een klein teentje, weet je wel. Dan hoef je niet in het gips. Nee. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom weer bij Lingo. Mark, jij bent net uit het gips. Klopt. Nog een paar dagjes ben ik ook uit het gips. Hoe voelt dat nou weer om uit het gips te zijn? Vreemd, maar wel heel lekker. Ja? Het is echt een hele opluchting als je eruit bent. Is het niet ontzettend veel jeuk dan dat je de hele nacht... Ja, met name als het warm weer is, hè, dan... Ja, je kan er moeilijk bij met krabben, dus ja, je maakt een saté prikken, je verzint gewoon wat en dan ga je maar prikken en hopen dat er geen wonden komen. Ik heb hier echt ook in dit gips al van alles in gehad, werkelijk waar. Tegenweer, breinaden, alles ging erin. Ja, hey, en Mark, wat was er met jou gebeurd dan? Ik heb mijn kruisbanden gescheurd. Oh, dan ben je helemaal in het gips ook nog eens een keer. Ja, van mijn enkel tot aan mijn lies. Oh, dat valt bij jou nog mee. Ja, valt bij mij nog mee inderdaad. Hey Mark, helemaal scherp wel om te beginnen met Lingo? Ja, tuurlijk, helemaal klaar. Hartstikke goed. Rob, wel eens iets gebroken? Nee, nog nooit. Nee? En nou, dat houden we ook gewoon lekker zo. Houden zo, hè? Ja. Oké, goed zo, jongens. Team 1! Yeah. En Lianne en Denise in team 2. En die willen, als ze de 5000 euro vanavond winnen, heel graag naar Australië. Waarom is daarvoor gekozen, Lianne? Nou, we vinden het gewoon echt een heel mooi land. En ja, eigenlijk moet iedereen er een keer naartoe, toch? Dus... Waarom dan? Omdat het, zo... ja. Omdat het zo mooi is. En zulke lieve, aardige, leuke mensen, toch? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, nou, Lianne die klapt een beetje dicht. Denise, wat vind jij zo leuk aan dat land? Nou, vrienden van ons die zijn erheen geweest. En die hebben allemaal hele goede verhalen erover. We hebben leuke foto's gezien. Het is groot, dus je kan er ook langere tijd heen. Dus ja, allerlei mogelijkheden. Weet je waar het woord kangaroo vandaan komt, JP? Geen idee. Nou, op een gegeven moment kwamen er mensen, die kwamen op dat Australië en die zagen zo'n kangaroo en die vroegen aan die aboriginals van wat is dat? He, wat, ik weet het niet. Kangaroo betekent letterlijk ik weet het niet. Nou, wat een leuk wistje dat je. Ja. Dames en heren, team 2. Ja, en wat ik zeker weet is dat nu de lingokaarten komen. Mark en Rob in het rood en in het groen. Die krijgen van mij de oneven ballen. 8 verdwijnen er van de kaart. Lianne en Denise, jullie krijgen van mij de even ballen. En ook hier verdwijnen er 8. En vanavond mogen de dames beginnen. Lianne, ga je gang. Een D. Daarom. D-A-A-R-O-M. Donker. D-O-N-K-E-R. Dommig. D-O-M-M-I-G. Domper, D-O-M-P-E-R. Domein, D-O-M-E-I-N. Domein, ja! Hoppakee, in die ballenwak gaan we. 40. En Denise? 48. Ja, je mag doorgaan, Denise. Een W. Weduwe. W-E-D-U-W-E. Waarom? W-A-A-R-O-M. Woning. W-O-N-I-N-G. Wandel. W-A-N-D-E-L. Wandel. Vijfde beurt nu. Dan krijgen we een zoomer. En dan gaan we naar Mark. Wapens. W-A-P-E-N-S. Nou, ook jullie mogen de eerste bal gaan pakken. Bal 43. 43. En Rob? Groen. Ja, dat voelde hij al aankomen vanmorgen toen hij dat shirt aantrok natuurlijk. 35. En 35. Oké, okay, Rob. Otters. O-T-T-E-R-S.
Oratie. O-R-A-T-I-E. Onweer. O-N-W-E-E-R. Openen. O-P-E-N-E-N. Oneens. O-N-E-E-N-S. Ik ben het er helemaal mee eens, want het is... En daar gaan ze weer. Bal 51. 51. 27. En 27. Voor de eerste maal vanavond kijken we naar het 10-letterwoord. Wat zou het kunnen zijn? Het begint met een B. Ja, Denise, wil je of wil je niet? Oeh, en dan wordt er ineens erop gedrukt en gedrukt en de ballen die vallen. Het is een drama hier. Vertel het maar eens even, Rob. Beleid, Arm. Beleid. Het hele decor wordt gewoon bijna hier omver geholpen, JP. Ja, inderdaad. Nou, Lucille, waar we vorige week het plathaags behandeld hebben, doen we vandaag het hooghaags. Oftewel, de taal van politiek Den Haag. En beleidsarm betekent daar waar de overheid weinig regels stelt. Niet zo heel veel plekken, volgens mij. Mark, pak de draad maar weer op. Nudist. N-U-D-I-S-T. Naaien. N-A-A-I-E-N. Negers. N-E-G-E-R-S. Normen. N-O-R-M-E-N. Noemer. N-O-E-M-E-R. Goed. Nou, laat het maar weer eens even zien. 31. Die bal zoeken we. Bal 47. 47. En wanted is ook 11. 59. 59. Rob. Oh, pak eerst die bal maar eventjes. Dank je. Vogels. V-O-G-E-L-S. Vissen. V-I-S-S-E-N. Violen. V-I-O-L-E-N. Zoemer. Bonusletter voor jou. Lianne, een N. Vonnis. V-O-N-N-I-S. Vonnis is goed! Ja! En ook de dames hebben weer een woord goed. Jullie worden beloond. Jullie mogen de ballenbak in. 36. 36. 32, Denise. 20. 20. Helaas. Denise, mag door. G? Gratis. G-R-A-T-I-S. Gieter. G-I-E-T-E-R. Gortig. G-O-R-T-I-G. Pak deze beurt. Galant. G-A-L-A-N-T. Galant. Denise, kijk goed. De A, de S, de N en de T. Gasten. G-A-S-T-E-N. Gasten! Ze komen terug, de dames. Mag ik, hè? Ja. Tuurlijk. Jij mag hier alles. Maar niet de rode bal pakken. Dat mag natuurlijk niet. Dat is het enige wat niet mag hier in Lingo. Nou, laten we dan even kijken naar het 10-letterwoord. Want daar kan weer heel wat mee verdiend worden. En houd rustig, Rob. Ja, ja. Ja, dit zie je toch al wel. Rob? Amazen brief? Nee. Oh, nog een nog? Ja. Amazen brief? Nog nooit van
gehoord? Nee. Nee? Nee. JP, het nou is ja, een beetje... Nou ja, dan wordt het tijd om het Hooghaags een beetje op te vijzelen. Een amiesbriefje is een handgeschreven briefje van de ene politicus naar de andere, waarin de een een verzoekje doet aan de andere om het onder de tafel eventjes door te regelen. Beroemd is het briefje van Frits Bolkestein aan Els Borst ooit. Oh ja. Beste Els, stond erboven. Dat was er eentje. Nou, Rob is er ook eentje. En die mag door. Nou, dank je. Een M. Maier. M-A-A-I-E-R. Muziek. M-U-Z-I-E-K. Meters. M-E-T-E-R-S. Moreel. M-O-R-E-E-L. We hebben een gelijke stand. Wat doen de... Wat doet team 2? Een M? Moment. M-O-M-E-N-T. En op dit moment pakken ze het woord. We richten ons even op de lingokaart. We zien 32 en 64. 68. Dat is net iets te veel. En 8 zien we trouwens ook. 4. 4. Het zat er net naast. Het laatste lingowoord gaan we nu spelen. Team 2 mag beginnen. Jullie mogen overleggen hier, in deze ronde. Wie gaat er naar de finale? Studie. S-T-U-D-I-E. Mark en Rob, jullie liggen iets achter. Ja. Sukkel. S-U-K-K-E-L. Ik wil het zelf niet zeggen, maar... Ja. Team 2. Schaar. S-C-H-A-A-R. Streng. S-T-R-E-N-G. Streng. Mark, je weet het wel. Spring? Oh, was ik... Oh, ja, nee, sorry, jij was natuurlijk aan de beurt, ja. Dat is niet goed. S-P-R-O-N-G. Goed gedaan! Even een klein hulpje van Denise, heeft u het gezien? En toen zei Lianne het goed, inderdaad, sprong. Nou, de ballen. 3 kansen. Oh. Nou, echt. Tweede keer. Wie trekt er dan ook zo'n t-shirt aan? Ik dacht dat helpt misschien, weet je. Want, Het 10-letterwoord. Kom op, Mark. Tussenpauze. Goed. En een tussenpauze is natuurlijk een politiek leider tussen twee krachtige leiders in. Iemand die over het algemeen maar kort aan de macht blijft. Dankjewel, JP. De eindstand. 135 euro voor Mark en voor Rob. De dames gaan door. Lianne en Denise met 160 euro. Maar het scheelt niet veel. Dat moet even gezegd worden. Jullie hebben het eigenlijk gewoon super gedaan. 135 euro gaat er mee. Wat ga je ermee doen met dat geld, Mark? Ja, het is niet zoveel, dus... Nou ja, toch altijd wel leuk om te weten. Dat bied je. Wie het kleine niet eert, hè? Nou, we moeten het nog delen ook, dus... Ja. Dus wat gaat er dan mee gebeuren? Ja, Rob, zeg het eens. Nou, stap of zo. JP, ze waarderen het kleine geld niet meer. Heb je het in de gaten? Ik denk dat het een prima bedrag is voor een stapavondje, waar ze allebei van houden. Dus... Precies, vind ik ook. Het mag gewoon lekker opgebrast worden. En jullie krijgen natuurlijk ook niet te vergeten... de lingotas. Yeah! Nou ja, goed. 135 euro krijgen de jongens mee naar huis. Maar er is iemand in het land heel blij gemaakt door onze eigen Rick. Nou, Lucille, daar ben ik nu eigenlijk mee bezig. Want ik ga mevrouw Hansma, die hier naast me staat... en mee bingo't in de Spons Bingo Loterij... nu vertellen dat zij de auto heeft gewonnen. Dat mevrouw Hansma de auto heeft gewonnen. Nee, daar gelooft er niks van. Nee, ik let. Mevrouw gelooft het niet en nee. Heeft altijd nog een backupje. Mevrouw Hansma, dan ga ik u bij deze van harte feliciteren. Mevrouw gelooft er nog helemaal niks van. Nee. Maar dat komt wel goed. Geniet ervan. Je moet allemaal doordringen hoor. En veilige kilometers toegewenst. Heel leuk, hartstikke fijn. Bedankt. Dit zit helemaal snor, Lucille. Terug naar jou voor het finale spel. Mag ik hem zo meenemen? U mag hem zo meenemen. Ja, Rick, ik zie alleen maar weer blije mensen. Heel goed gedaan. Vanavond spelen wij de finale. Met Lisanne en Denise. Ja! Ja,
dit plekje, dat, daar wil iedereen staan. Maar vandaag is het jullie weer eens eventjes mooi gelukt. 2,5 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te maken. En ik wens jullie veel succes. Ga je gang. Lian. Ne. Bedoel. B-E-D-O-E-L. Bekend. B-E-K-E-N-D. Begrip. B-E-G-R-I-P. Bolero. B-O-L-E-R-O. Kijk eens even. Je moet het al kunnen zien. Dan doen wij het. Breken. Denise. Studie. S-T-U-D-I-E. School. S-C-H-O-O-L. Stereo. S-T-E-R-E-O. Status. S-T-A-T-U-S. Ja. Denise? Inloop. I-N-L-O-O-P. Inzien. I-N-Z-I-E-N. Intens. I-N-T-E-N-S. Kijk goed. Kom op, Denise. Ineens. I-N-E-E-N-S. Ineens ziet ze het, hoor. Ja. Lianne. Koeken. K-O-E-K-E-N. Kompas. K-O-M-P-A-S. Kurk. Nee. Krekel, K-R-E-K-E-L. Krukje, K-R-U-K-J-E. Een krukje. En nu het tempo erin, Denise. Pijnzen, P-I-N-Z-E-N. Je P moet je lang pijzen, met die met lange een korte ei dan. Ja. Pauzes, P-A-U-Z-E-S. Puzzel. Ja, daar zijn we eigenlijk al 20 minuten mee bezig. Dit is een Lingokar. 42 maakt Lingo. Drie ballen mogen jullie pakken. Ja, you never know. We moeten gewoon eventjes in. De allereerste bal is bal nummer 12. De volgende bal is bal 26. Twee kansen. 30 of 42. 30 of 42. Ja. Super gedaan. Gefeliciteerd ermee. Geweldig. Lekker doen, lekker joh, wat? Lekker? Denk ik. Ja, lekker doen, joh. Oh, oké. Nou jongens, geweldig gedaan. 5000 euro gaat ermee naar huis. Een kaart vol, of een boekje vol bingo-kaarten om wekelijks bingo mee te spelen namens de sponsorloterij. En natuurlijk opnieuw een groot applaus voor deze kanjers. Ja, en nu thuis. Ik hoop dat u genoten heeft. Lingo.tv. Speel een spelletje een keer zelf. Het is best leuk en niet al te makkelijk. Goed, tot de volgende keer. Yeah. 24 uur per dag, het leukste en beste op tros.nl.